achterste ingang. En dit is altijd mooi. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, die twee zijn ook lekker wakker. Huh? Linda is aan het ontbijten. Daan gaat zo ontbijten. En ik had ontbijt klaarstaan. Maar de kat vindt worst lekker. Dus ja, goed. Dan gaan we even een andere manier zien te vinden. Dus ik had klaargemaakt en dan ga ik even lekker ontbijten. Kijk, daar is Daan. Goedemorgen Daan. Goedemorgen. Ja, en hartelijk dank voor de nieuwe abonnees wat er zijn bijgekomen. Vinden we hartstikke leuk en fijn, want ik ga nou heerlijk koffie drinken. Oh, lekker. De zaterdagochtend. Hè? Want het is namelijk zo. Daan heeft dadelijk een uitwedstrijd. En dan gaan we richting Schinveld, geloof ik. Hè? Linda, zeg ik het goed? Ja, Linda is lekker aan het eten. Ik ga eten. En dan spreek ik jullie zo. Zo, we zijn even een tijdje verder. En de koffie heb ik op. Ik ga even een nieuwe. Daan is aan het eten. En de kat is hier. Maar ik had hier een stukje leverworst had ik hier liggen. Of snijworst. En heeft meneer lekker opgegeten. Dus ik ga nog even nog een beetje koffie drinken. En dan gaan we dadelijk dat allemaal even opruimen allemaal. En hier. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, goed. Dan gaan we het zien vandaag. Zullen we sowieso dadelijk de zorg aankleden en naar het voetbalveld. Want daar zijn we al een keer eens geweest. Dat is bij de Duitse grens eigenlijk in de buurt. Als je niet te veel melk in de koffie. Dat is. Dan ga je richting de Duitse grens is dat eigenlijk. Dus het is een klein dorp is het eigenlijk. Schinveld, geloof ik. En ja, goed. Dan gaan we het zien. Ik heb nog heerlijke koffie. Leuke mok. Van Pokémon. Ja, die had Daan een keer eens uitgezocht. En ja, ik ben ervan uit aan het drinken. Dus. Dat is Daan. Lekker aan het eten. Daan is al bijna klaar. Ja. Dus ik ga heerlijk aan mijn koffie. En dan is het dadelijk opruimen. Opruimen. En dan verzorgen aankleden. Kijk. En dan komt de kat. Die komt even kijken of er nog wat te eten is. Ja. Daan is klaar met eten. We gaan nog even een rustig wat drinken. En dan gaan we dat allemaal even doen. En dan is het op naar het voetbalveld. Dus wij gaan even heerlijk even nog chillen. En dan zie je ons dadelijk wel weer. Zo, ik heb mijn koffie heb ik op. Daan is nog een boterham aan het eten. En volgens mij is Linda het hier op aan het ruimen. Ja. Kijk maar. Alles op aan het ruimen hier en daar. Dus. Dat komt in orde en dan gaan we zo naar boven. Zo, alles is zover opgeruimd en wel. Tenminste, of alles is opgeruimd in de vaat. De tas is ook alweer binnen, want die hadden we buiten gehangen. Daan is ook klaar met eten. Ik ga naar boven toe. Dan kan ik me even verzorgen en gaan aankleden. En dan is het ja, wat jullie weten. Dus yes, dat gaan we eerst even doen. Dan spreken jullie zo. Zo, we zijn even een tijdje verder en ik heb me verzorgd en aangekleed en ook gelijk de schoenen aangedaan. Ik had nog wat was afgehaald, maar ja goed, dat moet ik helaas even laten voor wat het is. Dus dat ruimen we straks wel op. En de bedden laten we ook nog even lekker luchten.
En we moeten vandaag ook wassen, maar dat komt dan strakjes. Maar in ieder geval, wij zijn klaar. Iedereen is klaar daarvoor. Dus dan gaan we de spullen pakken en dan gaan we naar de auto. Zo, wij zitten in de auto en ik heb de riem al om, Daan ook. Ja. En Linda heeft ook de riem om. Dus wij gaan op naar het voetbalveld. En dan ga ik daar even een paar beeldjes maken en dan neem ik jullie vandaag gewoon gezellig mee. Huh? Ja. Tot zo. Wij zijn op de bestemming, zijn wij aangekomen. En ik ga even de auto afsluiten, dat is wel makkelijk. Ja, het is die kant op naar de voetbalveld. En we zijn hier al eens een keer eerder geweest met de vorige groep vandaan. Dus ja, hier is de parkeerplaats. En Daan is er helemaal klaar voor. Dus het is nou even een stukje lopen, die kant op. Een stukje, klein stukje dat bos. Dat is dan wel weer mooi. Ja. Hè? Ja. Hè jongens? Ja. Ja. Ik zie het voetbalveld al door de bomen. Ja, hierachter is het voetbalveld. Dus. Oh, nou, we zijn bijna gearriveerd. Het is hier. Dan gaan we kijken. Hè Linda? Ja. We gaan Daan supporteren. Kijken wat ze gaan maken vandaag, hè? Yes. Een bruggetje over. En daar naar binnen. Hou ze eruit, hè jong, die ballen. We gaan het zien. Het is altijd spannend, hè jong. Hier hoor, jong. Hier even niet waar je moet gaan. Ik denk daar rechts. Daar is de kantine. En we zijn hier. Yes, en hier is het voetbalveld. En daar is de kantine. Nou, ik loop even langs het veld. En daar is Daan zich voor aan bereiden. Oeh, wat een donkere licht in één keer. Dus ja, schijnbaar hebben ze hier aan deze kant geen pad. Maar dan is het echt heel smal pad hier, zoals jullie zien. Ja goed, we zijn hier op een voetbalveld. Ik ben even aan de andere kant gaan staan. En Daan moet zich dadelijk daar... Is zich nou voor aan bereiden, zeg maar. Ah. Sorry daarvoor. Ja goed. Ik heb een beetje last van mijn keel, maar het is... Ja. Het is het weer. Dan is het warm, koud. Ja goed, en dan ga je dit krijgen. Dus. In ieder geval, Daan staat weer in de goal. En zoals ik al zeg, we zijn met de vorige groep zijn we hier ook geweest. En het is gewoon fantastisch om weer een keer hier terug te zijn. Dus... Het is gewoon geweldig. Daarachter is ook een voetbalwedstrijd. En het is gewoon fantastisch dat hij weer mag gaan spelen. Want hij zei vanmorgen, ik heb er weer zin in om te gaan spelen. Dus ja goed. Zoals jullie zien is het een klein pad. Maar ja goed, ze hadden er beter iets naar voren. Maar ja goed, het is ieder zijn eigen club, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik ga hier proberen wat... beeldjes te maken, even kijken of wat. En dan, want Daan is zich aan het voorbereiden. En dan doe ik dadelijk even de dingen omdraaien en dan kunnen jullie het zien, de wedstrijd. Dus we gaan kijken wat ze gaan maken. Ze hebben één keer gelijk gespeeld, vorige week verloren. En kijken wat ze vandaag gaan maken. Ik hoop dat ze gaan winnen. Laten we hopen. Dus ja. En de trainster, wat ik al zei, die was ziek. En er is nou een vervanger voor. Een andere ouder. En ja goed. Die is dan ook erbij gekomen gaan staan. Dus ja. Dus we hebben nou twee trainers. En dan ja, gaan we het zien. Want daar zijn ze ook voorbereiden. Dat is de tegenstander van Daanse ploeg. Van Groene Ster. En ja, we gaan het nogmaals eens zien. Dus ik zal dadelijk kijken wat beeldjes nog te maken. En dan gaan we kijken. Ja, okidokie. Hier gaan staan en ze gaan nu langzaam naar de kleedlokaal. En gaan zich even voorbereiden met de voetbalclub van hier. Dus het heet schijnbaar Olympia of wat, weet ik het.
RKSV Olympia Simpelveld. Schinveld, excuses. Niet verwarren, dus ze gaan zich voorbereiden. Ik was net even naar de kantine geweest. Het is een hele kleine kantine, maar het was stil. Dus kijk of ik daar eventueel beeldjes kan maken. Maar ik weet het even niet. Dus okidokie. Ja, ik loop even naar de andere kant toe. Want ze hebben net de shirtjes hebben ze aangedaan. En ze zitten daar even in de dugout zich een beetje voorbereiden en dat soort dingen allemaal. Dus ja goed, we gaan zien wat de wedstrijd is. Daar lopen de jongens. En het is gewoon fantastisch. Dus ik ga er achterin staan. Aan die kant. En dan gaan we het zien wat ze gaan maken. Dus ik heb al tegen Daan gezegd. Probeer je best te doen. Meer kan je niet doen. Dus, in ieder geval. Dat zie je dan zo. Nou, ze krijgen nog even een pep talk. Krijgen ze. Want hier staat de groep. En de andere groep staat er. De tegenstander staat ook al klaar. Dus ze zijn er helemaal klaar voor. Dus de wedstrijd gaat zo beginnen. En dan gaan we zien wat ze gaan maken. Yes. De wedstrijd gaat beginnen. Zoals jullie zien. Oh. Daan staat weer op zijn positie, dus ja, sorry voor de in de beeld, ik kan er een, niet veel in doen, dus daar staan de trainers, die staan daar, en Daan staat op zijn positie, dus hou jullie op de hoogte. Oeh, Daan heeft hem eruit gehouden, goed zo Daan. Daan gaat even de bal halen. Dus, we staan nog steeds 0-0. Dus dat is een goed teken. Daar gaat hij. Ja, en de bal was net uitgegaan. En dus een beetje is het aan het druppelen. Maar goed. Yes. Dan gaan we weer verder. Ja, was bijna een goal. Voor Groenester. Goed bezig jongens. Oh, we hebben even een minuutje verrust. En dan gaan ze zo wel weer verder. Dus dan komen de jongens even bij elkaar. Dus ik vind dat ze, dat ze goed op elkaar aan het spelen zijn, moet ik zeggen. Dus ja, het is een verbeteringspuntje. Dus we gaan eens zien wat ze nog gaan maken. Nou, ze gaan weer beginnen. Dus ze zijn even bij elkaar gekomen en ze gaan weer verder. Rust. Staat 0-0. Het is nog een beetje aan het regenen. Ik heb druppels op mijn lens zitten. Dus heb ik net even af moeten vegen. Maar dat is daar. Ze hebben nog even een drinkpauze. Maar ja, schijnbaar blijven ze toch buiten. Dus ik weet het niet. Dus even afwachten en dan gaan we het zien. Zo, ik zit even hier binnen. Een beetje regenen. En hier is de kantine. Dus de mensen zitten buiten. Dus ja. Dat zie je. Leuk. Dagbord. En dat is dan de sponsor. Dus, yes. De wedstrijd is weer begonnen. Dus die staan er. Daan staan er aan deze kant van de goal. Dus. En dan gaan we het zien. Hè. Het staat nog steeds 0-0. Dus. Ze hebben net lekker wat gedronken in de kleedkamer. Krijgen ze altijd. En ja, goed. Even afwachten wat ze gaan maken. Zie je? Yes. En Daan is goed bezig. Dus hij is goed zijn best aan het doen. Dus dat is alleen maar een voordeel voor hem. Dus, maar ja, meedoen is belangrijker als winnen. Dus hij schiet ook best ver, moet ik zeggen. Dus, hoppa. Daar ging die. Dus, okidokie. Ja, en ik had net in de kantine gezeten, dus daar heb ik even wat beeldjes gemaakt. Heel, want er kwamen op een gegeven moment heel veel mensen naar binnen. Ja goed, het is wat aan het regenen. Het is wisselvallig vandaag, dus ja goed. En dat in september. Wacht er maar af. Komende week gaat het sowieso ook heel veel regenen, dus. Dat even over het weer. En we gaan terug naar de wedstrijd. Daan staat op zijn positie. En dan... gaan we het zien. Goal gevallen bij Daan. Dus staat 1-0 voor die andere.
Helaas. Maar Daan, je bent je best aan het doen. Super. Maar even bij elkaar. Alle tweede groepen, dus even een toespraak van de reservetrainer. Noemen ze dat, hè, geloof ik. Ik dacht het wel, maar ja goed. Even een kleine pep talk, even aanwijzingen en zo en dat soort dingen allemaal. En dan gaat de wedstrijd zo beginnen weer. Ja, en het weer is, zoals jullie zien, daar is het licht een beetje en er zitten wat gaten in de wolken. Dus, maar ja, goed, hier ook. Dus en dat is daar. Super. Dus de jongens zijn nog even bij elkaar. En die gaan zo beginnen. Ja, ze gaan weer beginnen. Perfect. Ja, Daan kreeg net commentaar dat hij iets had gedaan, dat hij het niet meer mocht doen. Maar ja, goed. Dat is alleen maar het voordeel voor de eigen club, zal ik maar zeggen. Daar gaan ze zo erin tegen, dus. Maar ja, goed. Ja, en de tegenstander gaat de bal naar zich toe trekken, heb ik in de gaten. Want iedere keer is er wat, als Groene Ster wat doet. Hop, oh! Ja, weer een goal gevallen. Maar ja, goed, dat heb je altijd met voetballen, hè. Zodra ze voorstaan, dan gaan ze zo doen. Dus, maar toch wel een leuke en plezierige wedstrijd om naar te kijken. Een goal gevallen bij Daan, dus ja, helaas. Het is bijna afgelopen, de wedstrijd. Dus prima. Nou, de wedstrijd is afgelopen, dus ze hebben goed hun best gedaan. Alleen jammer dat ze verloren hebben. Dus waarschijnlijk gaan ze nou ook penalty schieten of zo. Ik weet het niet precies, maar dat... Dat vertel ik dan straks wel. Ja? Oké. Okay. Ja, ze gaan nog penalties maken, dus. Yes. Nou, en de laatste bal. Die heeft Daan goed tegengehouden. Yes. Dus, de wedstrijd is afgelopen. Dan zie je ons zo. We gaan het voetbalveld verlaten, hè Linda? Ja. Linda heeft in de duck-out gezeten. Dat is Daan. Ja. Dus Daan heeft zijn best gedaan. Dus we gaan naar de auto en dan gaan we richting huis. Zo, we zitten in de auto. We doen even de riem om. Huh? Jammer dat jullie verloren hebben, maar het was wel een leuke wedstrijd. Huh? Ja. We hebben genoten, dus meedoen is belangrijker dan... Winnen. Nee, ze moeten ook winnen, maar je moet meedoen is belangrijk dan... ze hebben plezier gehad. Ja. En daar gaat het om, dus... En hij heeft heel goed gekipt, dat wel. Ja, hij heeft goed zijn best gedaan, wat jullie hebben gezien. Dus wij gaan richting huis toe en dan spreken jullie zo. We zijn thuis aangekomen. We gaan even de jassen even uitdoen. En het vest even uitdoen. En dan gaan we daar even kijken wat we nodig hebben voor de winkel. En dan gaan we even een paar boodschapjes halen. Ja. Dus even voor een paar dagen. En de rest komt dan wel weer. Dus Daan, je hebt goed gekiept. Gevoetbal wou ik zeggen. Donkere licht in één keer. Ja, hij heeft goed zijn best gedaan. Hij heeft er plezier in gehad. En dat is het belangrijke. Ondanks dat ze dan verloren hebben met hoeveel? 3-1. Oh, hij zegt 3-1. Dus wij gaan even ook andere dingetjes even doen. En dan neem ik jullie gewoon gezellig eventjes mee. Wij hebben de vest hebben aan. Ja. Tenminste, ik heb een vest. Linda heeft de jas aan de... Daan heeft ook het jas. En hij wou de Ajax-sjaal omdoen. Dus wij nemen de boodschappentassen mee. En we gaan op naar de winkel. Zo, wij zitten in de auto. We gaan even naar de winkel. Een paar boodschappen wat jullie al weten. Dus dan gaan we daar eerst even heen. We gaan richting Duitsland. Yes, en dan zie ik jullie daar wel weer, hè? Okidoki. In Duitsland zijn we aangekomen en zo te zien is het toch wel tamelijk druk op de zaterdag. Want parkeer, ja, hier staan een paar auto's, maar aan die andere kant stond het echt helemaal vol. Dus ik moet even kijken en dan gaan we het zien in de winkel. Zo, ik heb de auto afgesloten en dan... Ik heb de boodschappen en de lege flessen. Dan gaan we weer naar de winkel. Zo, we zijn er weer. En dan zit in de kar. Dus, we gaan even naar binnen. Dan gelijk de lege flessen inleveren. Okidoki.
Zo, we staan in de week. Kijk dan. Het zit erin. Yes. Mama, zo, we zijn. Ja, het is toch gezellig, hè? Nou, en we lopen even verder. We zijn bijna klaar hier. Zo, dan gaan we even tikken op langs de koeling. Zo, we hebben alles. We hebben even de koeling gepakt. Zo, we staan in de kassa. We gaan alles op de band leggen. Zo, we hebben de boodschappen ingepakt. We gaan op naar de auto. Zo, we gaan de Aldi verlaten. We gaan het voor wat het is. Dus, wij gaan op naar de auto. En wat ben je eten dan? Chocola. Oeh, dat vindt iedereen wel lekker, chocola. Ha? Dus in ieder geval, de boodschappen hebben we weer in huis, wat we hier nodig hebben. En dan gaan we naar de auto inlaaien en dan andere winkel even. Zo, we hebben de boodschappen in de auto geladen. En we gaan op even een karretje wegbrengen. Zo, karretjes hier neergezet. En het muntje hebben we weer, dus het karretje laten we lekker staan. Tot de volgende keer. Zo, ik en Linda zitten al in de auto, Daan wou naar mij toe komen volgens mij. Daan, wat was je aan het doen? Wat was je aan het doen? Ah, ja goed. Wij zitten in de auto en we gaan op even naar een andere winkel. En dan gaan we richting huis staan. Dus, tot zo. We zijn op een andere Aldi in Nederland. En dan moeten we even wachten. Kijk. We zijn bij de Aldi. En Linda en Daan gaan een karretje pakken. Daan zit in de kar. En even een paar boodschappen halen. Kijk. Kijk, in de eerste bakkersafdeling kan je verse broodjes krijgen. En we gaan die kant op. Nou, we staan even hier. Even hier kijken. Bij de koffie en zo. Zo, de boodschappen staan op de band en inlaaien. Zo, de boodschappen zitten er weer in. Dus we gaan inlaaien en naar de auto. Zo, hebben we de boodschappen ingepakt. Dus we gaan naar de auto. En dan zeggen de winkel, ja, een beetje zware tas. Dus dan zeggen de winkel, bye bye. Bye bye Aldi. Is Brunsum Noord. Zo, ik zit in de auto, Daan komt ook in de auto, Linda ook. Linda komt eraan. En dan gaan wij op naar huis. Hé Linda. Ja. Linda zit er ook, dus we hebben de boodschappen hier weer in huis. En dan spreek ik jullie later. We zijn thuis aangekomen. En Linda was al bezig met de boodschappen uitpakken, want... Ja. Ja, het is toch wel even weer nodig dat we... Dat we toch wat boodschappen moeten hebben, dus ja goed. We gaan het zien, want volgens mij moeten we daar nog naar een andere winkel. Ja, ik moet even naar Pestvlees. Voor de hamster moeten we nog even halen. Ja, zand. De rest heeft de hamster. En de rest is even afwachten hoe of wat. En dan, zoals jullie zien, ik ga Linda even helpen. Dan kunnen we weer verder. Zo, wij zijn klaar, want ik had jullie even op de oplaaier gelegd. Nou, we gaan even naar de winkel en even nog een paar dingetjes nog doen. En dan zijn we klaar voor vandaag. Zo, we zitten weer in de auto. En we gaan op naar de volgende winkel. We zijn bijna klaar. We zijn bijna klaar. We gaan even een paar boodschappen halen. En dan hebben we voor vandaag in huis. En dan gaan we lekker thuis knus doen. De hamster was nog, dus dat is nog goed doen. Dat komt wel in orde. Dus in ieder geval, wij gaan er vandoor. Wij zijn op de Woonboulevard zijn we aangekomen. Kijk maar. Dat is een bekende uitzicht. En we gaan even naar Pets Place. Yeah, right. Gaan we even kijken. Er zijn ook diertjes en zo. Dus we gaan even naar binnen. Yes. Oh, kijk, dan zijn we bij de diertjes. Hier zijn konijntjes. Oh,
Leuk, hè? Leuk konijntjes. Ik weet niet of ze hier nog... Daar zijn ze. Of hier nog diertjes zijn, zo te zien van niet. Daar ook niet. Ah, en hier is er eentje. Ik weet niet wat het is. Digo, man. Digo. En hier heb je een rat. Eeuw. Kijk. Maar hij is wel sportief. En hier is een rat. Die zijn hier. Oh, en hier heb je konijn. Die ligt heerlijk in zijn dingen te slapen hier. Zijn neusje beweegt. Dus die zit daar heerlijk in. Heerlijk kleintje. Dat is de gerbil. Dat is dat. Ook een soort muisje is dat, geloof ik. En die heeft een hele lange staart. En dat is allemaal leeg. En dan heb je daar. Zit in de dingen. Hier is niks. Hier is een konijntje. Hier een konijntje. En hier. Volgens mij is hij zich hier aan het verstoppen. En hier heb je ook. En die go. Ja, hallo. En hier is een konijntje. Ja. Wat is dat? Een digo. Kijk hem rennen. Hij vindt het interessant. Hij is nieuwsgierig. Zie je dat? Ja, en normaal zit hier ook vogeltjes. Maar die zijn er helaas nog niet. Dus ja, goed. En dat is de winkel. En dan komt aan. Ja, en dan heb je hier een tekst. Een leuke tekst. Ja goed, dan zijn hier dan die konijntjes. Nou zijn ze alle drie bij elkaar. Ze zijn lekker aan het eten en ja. Andere is zich aan het wassen. Leuk. Leuk konijntjes, hè. Het is ook altijd leuk om te snuffelen in de... In de dierenzaak, ja. Kijk, heb je allemaal een tentje, staan ook allemaal spulletjes. Dus, ja, en ik sta hier bij het voer, bij het kippenvoer en dingenvoer allemaal. Ja, dat is ook hier. Nou, heb je wat je hebben moet? Ja, ook yes. Een of andere kooi is dat. Ik weet niet wat voor kooi, maar ja goed. Dus wij gaan op naar de kassa en dan gaan we afrekenen. Want hier hebben ze ook allemaal kleren en schoenen, dus we gaan naar de kassa. Ja, en hier sta je bij de kattenafdeling. Yes. En Daan. Mag niet, hè, Daan. Oei, 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 oei. Hey, hier heb je allemaal mooie krabpalen. Ondeugd. Dus, ja. Linda is bij de kassa, dus daar gaan we ook naartoe. Zo, in de winkel ver. Ja, het is altijd leuk als je buiten met die bloemenbakken, als je buiten komt. Nou, we hebben alles. Dus, we gaan Pets Place ver. Later. Zo, wij zitten weer in de auto. En we gaan op naar de supermarkt. Nee, als... Ja, eerst naar de supermarkt en dan even door. Ja. Daan, stap uit. We zijn bij Jan Linders. Maar ja goed, ik ga helaas daar niet filmen. Want dit is weer een andere Jan Linders in het centrum van Heerlen. Dus ik laat de standaard thuis. Maar ik ga toch proberen om met de telefoon wat te filmen. Maar in ieder geval, dan weten jullie dat in ieder geval. Nou, we zijn bij Linders. We gaan even kijken. Kijk, en Daan zit in de kar. Sinterklaas nog. Ja, ik ook al voor jou meegenomen. Kijk, een Sinterklaas snoep. Kom maar. Daar is de
is winterkoel. Bakkersafdeling. Dat is yoghurt. Nou, oh, volgens mij, papa, kijk daar eens. Ja, ja, ik zie het. Mag ik één zo'n flesje? Nee. 1,65. Eén blikje? Ja. Eén flesje. Dat is een schatje dan maar. Wat als je dat eet? Wat? Dat is plastic, kan je niet eten. Wat als je dat... Dat komt in de maag en dan blijft het hangen. Dat is plakband. Dit is eigenlijk mama. En mag ik eens een klein blikje? Nee, ik heb een mini blikje. Nou, we gaan nu tikkend op richting kassa. En dan zie ik jullie in de auto. We gaan Jan Linders gaan we verlaten. Ik heb een blikje, een denk ik wel. Het zou een paar cent zijn. Dus we gaan richting auto. We gaan Jan Linders staan verlaten. Zo, wij zitten in de auto, hè? Ja. Linda, zo even bonnetje naar hem kijken. Ja, kijk of de statiegeld op zat. Op dat blikje niet. Nee, op dat kleine blikje niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, Daan komt eraan. Dus ik heb toch nog even wat stiekem toch beeldjes gemaakt. Maar ja, goed. Mocht eigenlijk niet. Maar ja, ze hebben me hier tegen mij niks gezegd. Dus ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden van Jan Linders in het centrum van... Heerlijk. Dus in ieder geval, wij gaan verder. Oh ja, kaartjes. En dan spreek ik jullie zo. Oh ja, anders komen we er niet uit. Nee, juist. Even bij Tankstation gestopt. Ik weet niet of jullie überhaupt iets kunnen zien. Zo, we zijn bij Shell. Kijk maar, hier. Dus ik ga even tanken. Zo, kijk. Daar is de raam. Nou, ik heb getankt, dus we kunnen weer vooruit. Hallo! Goed. Dag Daan, ik zie je volgende week wel, hè? Even een grapje tussendoor. Ja, dus in ieder geval, wij zitten in de auto en wij gaan op naar, weet ik veel. Even nou. Dat zien jullie dan vanzelf wel. Yes? Oké. Okay. We zijn op de bestemming, zijn we aangekomen. En dan kan ik het nou wel laten zien. Dan pak ik wat te drinken. Bij de Valk Hotel in Urmond. We hadden hier gereserveerd voor de kerst. En Daan is weer daarmee bezig. En hier zijn we regelmatig vroeger geweest. Dus hier kan je heerlijk ontbijten en dat soort dingen allemaal. Daan is aan het spelen. Daan is toch zonde om dat te doen. Dus we gaan heel even naar binnen. Daar zijn we net doorheen gekomen. En dan gaan we het zien. Want hier kan je, door de auto heen. Hier kan je met de auto doorheen rijden. En we gaan daar even naar binnen. Want dat is de onderkant. Kom je dan binnen. Kijk. En dan gaan we hier de trap omhoog. Dus dat gaan we doen. Dan kom ik daar vandaan. Dan zie ik jullie zo. Dit is het hotel. Oh, en kijk. Dat zijn schildpadden. Die zijn al jaren hier. Dat ze hier vertoeven. En daar is ook nog een schildpad. Ik weet niet of jullie het heel goed zien, maar... Ja, goed. Dat is een soort vijver. En daar kan je... Ook zitten, er zit nou toevallig niet. En daar ga je naar de kamers toe. Dus ja, en dan zitten we hier. Dat is wel mooi. Want het zijn echte. En daar ga je naar de eetzaal. In ieder geval, tot zo. En hier is de hoofdingang. Kijk, en dit is het buitenterras van de Valk hier. Zo, ik loop dan naar beneden toe. De auto. Zie je me? Zo.
Zo, we gaan het hotel verlaten. Het is een heel mooi hotel. Ze hebben een aantal jaar geleden hebben ze het hier gerenoveerd. Huh? Ja. Want vroeger kwamen we echt regelmatig hier ook uit eten voor we dan hadden. Hier kun je ook lekker ontbijten. En heerlijk uitgebreid ontbijten. Ja. Dat is de Valk Hotel. Of de Valk Organisatie is daar heel goed in. Dus die wordt goed verzorgd. Het wordt steeds meer uitgebreid eigenlijk. De laatste keer dat wij hier zijn wezen eten was 2-3 jaar geleden. Of zo. 2018. Ja, 2018 zijn we hier voor het laatst geweest. Dus, Daan, ga je mee? Ja. Daar komt hij. Komt hij van de showtrap. Dus. Wij gaan naar de auto. Ja goed, we zitten in de auto. Heerlijk. Dus, ja goed, het is een mooi hotel moet ik zeggen. Ja, ja goed, het kost wel wat. Alleen, maar dan heb je ook wat. Maar dan heb je ook echt uitgebreid. Ja. Want ze doen er echt alles vers maken. Qua ontbijt. En als je bijvoorbeeld een live and cooking hebt. Dat is ook hartstikke mooi. Dus dat is dan fantastisch. Dus ja, Linda heeft de reservering. Voor tweede kerstdag gaan we hier uit eten. Maar dan weet ik niet of ik dat eventueel kan filmen. Want dat is dan even weer anders. Dus, maar in ieder geval, dat we hebben de reservering. Die tijd al even. Daarom. Hè? En Daan was een beetje aan het spelen boven. Hè? Ja, en ook met de Fanta. Dus ik moest heel even hem corrigeren. Ja, maar goed. Wij gaan richting huis toe. En dan gaan we thuis even de boodschapjes uitpakken. Ja. En de hamster Daan aan verzorgen. Snuffelen is. En de hamster moet nog even verzorgd worden. En de was verzorgd. Dus. Maar in ieder geval, dat gaan we doen. En dan spreken jullie thuis. We zijn thuis aangekomen en we hebben de boodschapjes, de andere boodschapjes weer in huis. En we hebben voor de hamster hebben we een staafje gekocht. Een soort fruitstaafje is dat. En het beroemde zand waar ze mee doen wassen. Dus Daan gaat even met de fiets naar een vriendje. En wij gaan dit hier opruimen en even. Daan had het even hier neergelegd. Want ja, goed, we moesten naar de winkel, maar dat gaan we ook nog even opruimen, allemaal. En boven allemaal. Dus, maar dat komt dan allemaal goed. En dan is het langzaam tijd voor eten te maken. Dus wij gaan er even mee aan de slag. En dan zie je ons zo. Zo, we zijn even een tijdje verder en de boodschappen zijn ook opgeruimd. Kan ik wel even laten zien. Alles is hier ook opgeruimd. We hebben hier beneden hebben alles even geveegd, want het was even een puinzooi. Maar ja goed, leven moet er toch, hè Linda? Ja. Dus maar in ieder geval, wij gaan even naar boven. En dan gaan we even met de was even verder. Ja goed, het moet toch even ook gewassen worden. Dus ja goed, nemen we even de vuile was mee en even uitzoeken en zo'n ding allemaal. En ik ga ook boven mijn schoenen even uitdoen, want hier ligt toch een berg. Dus ja goed, dat gaan we even doen. Dan gaan we dat eerst even opruimen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de beelden van Jan Linders. En dan linker of linker. Dus en de hamster, ik denk dat we die maar morgen gaan doen. In ieder geval aan de bedden moeten ook nog allemaal opgemaakt worden. En ik had al heel veel al afgehaald. Dan moeten we nog even opruimen en dat soort dingen allemaal. Even dadelijk het huishoudelijke even gaan doen. Ik moest even zoeken. En dan gaan we dat even opruimen. En dan is dat dadelijk ook weer helemaal klaar. En daarna denk ik dat we dan langzaam eten gaan maken. Dus ik leg jullie even op de oplaaier. Ik moet de kabel beneden halen en dan zie je ons zo. Zo, we zijn even een tijdje verder en de hele was is afgehaald en wel. Ik heb een andere heb ik aangezet. Dat is nog was van donderdag. Daar wil Linda aan beginnen met strijken. En ik heb de bedden heb ik ook opgemaakt. Dus hier en daar. En dan is dat ook alweer klaar. Ja, de hamster. Ja, goed. Kijk. Ach ja, maakt niks uit.
Dus ja, Daan is nog niet thuis. Oh. Linda gaat beginnen met strijken. Dat is Linda. Hallo. En dan ga ik even voorbereiden op andere dingen eventjes doen. En dan neem ik jullie dadelijk nog mee met eten maken. Dus in ieder geval, dat gaan we doen. En dan zie je ons dadelijk. Zo, ik ben beneden. En ik was van plan om de hamster gaan verzorgen. Ja, Daan is spelen buiten. Linda is boven met de was bezig. Ik zeg tegen Linda, dan ga ik het beestje even verzorgen. Snuffel heet hij. En hij wil hier ook eventjes rondlopen. Dus dat ga ik heel even doen. Even de kooi even schoonmaken en alles verse spullen erin doen. En dan komt dat allemaal in orde. Zo, ik heb het even dingen. Dan kan de hamster even lekker wandelen. Even over de tafel. Dus, maar je gaat iedere keer terug naar je oude bak. Dus daar ben ik nog even mee bezig. Dus ik ga even verder. Zo, ik heb dat hier. Dat erin. De hamster is, kijk. Die is heerlijk aan het rond aan het wandelen, moet ik zeggen. Echt. Hij is overal aan het snuffelen. En wel, dus... hij is hier aan het kijken. Maar ik moet hem even in de gaten houden. Want anders ontsnapt hij dadelijk. Dus ik ga heel even verder. Zo, ik ben even een tijdje verder. En de tafel moet ik even afvegen. En de hamster is weer heerlijk verzorgd. Hij heeft lekker vers water. Vers voer en alles. En ook nog verse worteltjes. En het staafje wat we mee hebben genomen... Dat heeft hij ook gekregen. Dus ik ga even hier een beetje vegen. En dan is dat ook weer schoon. Even opruimen en wel. Dus, zo, ik heb alles hier heb ik weer opgeruimd en wel. En alles weer terug op de plaat gezet. En nu is de volgende aan de beurt. Dus die ga ik ook even verzorgen. En dan kan die ook heerlijk eten. Zo, en dan heb ik de volgende heb ik weer verzorgd. En wel, hij is heerlijk aan het eten. Ik ga heel even een paar minuutjes even zitten. Want, de hamster verzorgd, de was aangezet. We zijn even druk bezig geweest. En Linda is met de was. Ja, die wc-papier, dat moet ik nog opruimen. Maar goed, dan moeten we even mee wachten. En even kijken hierboven bij Linda. Ja, we moeten sowieso nog een machine sowieso dingen wassen. Want ik hang altijd natte handdoeken hang ik in de wasmand. Dan kunnen die wat drogen als die op de plaats van op de grond liggen. Dan droogt dat ook. En hier is Linda. Hallo. Linda is een strijker. Oh, is nog een beetje, dus maar ja goed, er komt regen aan. En dan ga ik wel heel even kijken. Dus in ieder geval, ik ga even een paar minuutjes even zitten, even bijkomen. En Linda gaat hier nog even verder. Dus dat gaat ze doen. Dan leg ik dit even op bed vandaan. En dan kan dat strakjes wel opgeruimd worden. Dat is een stukje plastic. Dus ik ga heel even naar beneden. En dan gaan we zo Daan halen. Zo, daar is de kat. Die heeft ook heerlijk gegeten. Dus. En het ziet er echt naar uit. Niet erg. Ja, goed. Het zal boven Holland wel ergens anders zijn. Dus, maar in ieder geval. Ik wil nog even tafel dekken. Dan is dat ook al klaar. Dus ik ga dat heel even doen. En dan zie je mij zo weer. Zo, ik ben even een tijdje verder. Ik heb de tafel heb ik gedekt. En kan ik wel even laten zien wat we dadelijk gaan eten. Sowieso, dat is een pan met water. Voor de soep. En, want we eten... Koningssoep. De laatste keer dat ik die had gemaakt, vonden ze toch wel lekker. Dus dan doe ik dat met vermicelli. Alleen de wortelen vandaan niet zo lekker. En dan eten we ook nog pannenkoeken erbij. Dus
Even kijken hoe of wat met die pannenkoeken. Misschien dat ik ene maak, want die soep is vrij machtig, moet ik zeggen. Dus ja, goed. Alles staat klaar. Alles staat klaar en wel. En de rest moeten we even gaan wachten. Dus ik denk dat ik ook zo Daan moet gaan zoeken waar hij is. Of hij komt... Oh, dan komt hij al. Daar is hij. Met de fiets. Zet je de fiets even in de stad? Ga je zo meteen nog? Je moet gaan zo eten, jongen. Als we gegeten hebben. Dan zet de fiets maar even. Binnen. Ja. Nou ja, goed. Die is ook weer thuis. Dan kan ik aan de soep gaan beginnen. Dan gaan we dat eerst even doen. Nou, Daan is thuis. En ik ga als eerste even de soep maken. Heerlijk. Dus ik ga even daarmee aan de gang. Dan laat ik jullie dat zo even zien. Dan zet ik jullie heel even daar neer. Dus, yes. Even kijken, een lepel. En even pannen lappen. Zo. Dan ga ik dat even doen. Dan het water even koken eerst. En dan als het kookt, gooi ik alles erin. En dan even lekker roeren. En dan gooi ik dat erin allemaal en dan komt alles in over de... Nou, ik ga heel even het vermicelli eerst erin doen. Klinkt misschien heel gek wat ik doe, maar... Ja goed, ik vind het wel wat makkelijker, dus... Ja, dat is Daan. Hallo. Dat eerst even roeren. Blijven vastplakken en dan doe ik dan die soep erin. Ja, en dan komt Linda. Ja. Dat even. Ik ben even meer gevraagd. Ja. Wat ga je doen dan? Kijk, ik heb een bakje met orbis. Wat? Orbis! Wat is dat? Kijk, dat kan je niet zien, maar dat is dit er. Wat is dat? Kijk, dat is dit er. Ze hebben die gelballetjes. Ja! Wat van die gelguns zijn, als jullie het kennen. Zo, even roeren. En dan kunnen we dat... Als het warm is, dan kunnen we heerlijk gaan eten. Eet u eerst lekker soepje. Want die twee vonden toch de soep lekker. Ja goed, ik vond hem ook hartstikke lekker, daar niet van, maar... Ja goed. Dan kunnen we daar heerlijk lekker eten. Even los roeren. Dan is weer van alles aan het doen. Ja. Ik ben een bakje aan het vullen. Ja. Met lekkere orbies erin, want die gaan ze lekker groeien. Ja. Als er water in komt en je doet orbies erbij, dan gaan ze groeien. Toch, papa? Ja. Als jij het zegt. Dus, even met de garen, daar is Linda. Doe je jas vooruit, jongen, want we gaan ze eten. Ja, nog even wachten, Linda. Oh. Even wachten, de soep is nog niet klaar. Oké, okay. Nee, dan kan ik toch wel even die jas ervan zeggen, hè? Het is warm, mooi, beginnen weer te gloeien. Ah, zo lekker. Dat is aan de kant. Ja, de eerste keer had ik het een beetje anders gemaakt. Ja. Ik eerst dat allemaal erin en dan de vermicelli erin gedaan. Ja, nu doe ik het andersom. Eerst vermicelli en dan... Ja, goed. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar die koninginnensoep is wel lekker, moet ik zeggen. En het is snel klaar. En dan ga ik weer even roeren. Zo.
Niet overheen. Ja, het gaat altijd naar de zijkant toe. Ja, goed. Ik wou even gaan zitten, maar dat is er even niet van gekomen. Ja, kan ik dadelijk met soep eten. Kunnen we dan rustig gaan zitten. Nou, kijk, de vermicelli blijft even plakken aan de lepel. Ik ga jullie even verhalen, zie je het zo. Zo, ik heb het ook gelijk even dat bitje even opgeruimd en wel. En zo is de soep. Ik doe het even met de lepel. Kijk, doe ik zo even lekker roeren. En als de vermicelli niet meer plakt, volgens mij is het dan gaar, geloof ik. Dus ja, goed. Ik moet blijven roeren. En het is een heerlijke soep, moet ik zeggen. Ja, en zo zijn we heerlijk aan het koken. Ja, dus. En de pannenkoeken mag ik daarna eerst even lekker dadelijk lekker soepje eten. Ja goed, het is al bijna 5 uur en dan is het toch wel lekker om rustig soep te eten en zo'n dingen allemaal. Dus ja goed, wij gaan even verder. Dan zie je me zo. Zo, we zijn even een tijdje verder en de soep staat niet meer hier. Maar die staat heerlijk op de tafel. Even een soeplepel pakken. En dan kunnen we zo heerlijk soep gaan eten. Jongens, komen jullie eten? Ja, dus wij gaan heerlijk eten van onze maaltijd. En zien jullie zo. Zo, ik heb de soep op. Linda is nog heerlijk aan het genieten. En ik wil even pannenkoeken gaan maken. Dus, even uit. Ik moet eerst eens dit nog even doen, dus... Dat ga ik eerst even doen. Kijk, ik heb melk en die doe ik dan. Ik heb het losgeschud. En doe ik dan hier erin. Over de gootsteen. En dan moet ik even de tijd. Even een minuutje schudden, geloof ik. Hè. Ja, dus dat ga ik heel even doen. Zo, die is geschud en wel. Dus dan ga ik eerst eens even die maken en als we dan nog honger hebben, dan kan ik altijd de tweede nog maken. Dus in ieder geval, dat is dat. Dan kan het nou even rustig 2-3 minuutjes en dan, dan ga ik dadelijk beginnen. Zo, de dingen heeft kunnen rusten, dus dat is klaar. En dan ga ik hier, ik heb boter in de pan heb ik gedaan. Dan ga ik daar even mee aan de slag en dan kunnen we heerlijk pannenkoeken gaan maken. Yes! Neem ik jullie gewoon gezellig mee. Ja. Dat is Linda. Hallo. Ik ga even appeltje maken. Ja, dat kan hè. Schillen voor de pannenkoek. En voor de liefhebbers. Ik vind dat zelf ook wel lekker een banaantje. Mag je eerst eens even met de appel bezig houden? Even gewoon flinken. Even schillen. Zeg eens wel, link of flinker? Ja. Zolang het maar links is en niet rechts. Ja, rechter hoe slechter is niet zo leuk. Nou, in ieder geval, dat is klaar. Dan doe ik meestal altijd even zo. Hij blijft gelijk al plakken. Ja, goed. Dan ga ik heerlijk pannenkoeken maken. En ik hoorde dat de was is ook bijna klaar. Dat is ook wel allemaal klaar en wel. Dus, en de meeste mensen met de eerste hebben echt moeite ermee. Maar ik persoonlijk, ene keer heb ik geluk, andere keer heb ik wat minder. Dus maar niet getreurd, we gaan het gewoon uitproberen weer. Hè? Blijven proberen.
Dat is alleen maar het beste. En hier blijft hij dus vastplakken. Zo. Dan bloeit er altijd even van onder. Even inprikken. Ja, goed. Komt hij ook los. En het soepje was heerlijk. En er was nog wat soep over, dus kunnen we die morgen eventueel eten. Oh, die is nog wit. Eventjes wachten. Ja, eventjes nog wachten. Kan die goed bruin worden aan één kant. Dan komt het allemaal. Oh. Ik ben een schil, maar ik kan niet bekijken. Oh. Is het mesje. Hoe mooi goudbruin het is geworden. Dus dat wordt heerlijk smullen. En ik denk toch dat ik de tweede ga maken. Dan gaan we dat gewoon ook meepakken. Kijk, ik doe dat met melk. Ik heb het straks al klaargezet. En dan pak ik 400 ml melk. Zo. Oh, heb ik weer aan. Dan is dat ook alweer klaar. En als ik het zo zie, een beetje losschudden, doe ik meestal zo. Ah. Ja. Aha, ik heb hem open, dus ja. Dat even wachten. En ja. Oh, die moet even losgeprikt worden. En die is ook heel. 1, 2. Hoepla. Fantastisch. Oké. Die is ook al goed. Laat ik de andere kant nog even een beetje. En dan kan ik de volgende maken. Ja, af en toe even de broek optrekken. Ja. En dan komt het goed. Zo, die is klaar. De eerste is klaar. Altijd nog een beetje achter. Ja, goed. Boter in de pan. Nou, weer een beetje. Net had ik iets te veel, maar maakt niks uit. Dan gaan we die ook bakken. Dan moet ik zo. Zo. Ik doe even de deksel erop. Dat erin. Even. Even schudden. Zo, die heb ik ook geschud. Dus dat is ook allemaal klaar. En dat is hier. En dat is even. Wauw. Kijk over deze. 1, 2. Hoepla. Zo. Ik zal je even. Dat is Linda. Linda vliegt. Kijk eens hoe mooi goudbruin het is. Dus het lukt me echt. Steeds beter moet ik zeggen. Het is de eerste, is ook goed gelukt, dus. Nou, dan kan je volgende week weer pannenkoeken.
Ja, even kijken, hè. Dus, oefenen. Ja, we blijven oefenen, hè. Dus, kijk, dan heb ik een grote heb ik gemaakt. Grote pannenkoek, dus dat is ook weer prima. Dus die ziet er ook heerlijk uit. Zo, aan het eerste heb ik op. Dus ik ben nu aan de tweede begonnen. Dus dat gaat ons dadelijk heerlijk smaken. Ja, en die is ook weer heerlijk goudbruin. Dus het zit hier onder de borden. Och, het is lekker warm. Heerlijk. Dus wij gaan, ik ga daar even nog mee verder. Want ja, ze willen nog banaan en appel. Daar kan ik dan ook één pannenkoek van maken. Dus dat komt toch wel goed. Zo, en dit is de laatste neutrale. De normale wil ik zeggen. Want dat is dan de laatste. En dan kan ik dan, dat zijn geloof ik twee pannenkoeken, kan ik daarmee maken. Yes. Zo, dan heb ik nog een pannenkoek met banaan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar er zit heerlijke banaan. En dan wil ik nog een met appel maken. Want tegenwoordig kan je heel veel gerechten met pannenkoeken maken. En dat is dan ook wel weer lekker. Die gaan naar tafel. Dus die zet ik even op tafel. Zo, en de bananenpannenkoek heb ik net gebakken en wel. En dan ben ik met appels aan het eten. Aan het maken. Want Linda vond dat heerlijk. Pannenkoek met banaan. Dus dan kunnen wij dadelijk ook zo eten. En dan zijn we zo klaar. Zo, en Daan is ook aan het eten. Dus we hebben heerlijk. Ik heb mijn pannenkoek al klaar. Daan is ook al aan het eten. Ik ben even aan het wachten tot die van Linda dadelijk klaar is. 1, 2. Hoepla. Dus die is ook klaar. En dan kunnen we heerlijk gaan eten. Zo, ik heb daar alles al uitgezet. Ik kan het even afkoelen. Ook de pan. Ik kan het even, want je ziet wat er afkomt. Dus wij gaan heerlijk lekker pannenkoeken eten. En dan spreek ik jullie dadelijk. Zo, wij hebben heerlijk gegeten. Linda ook. Heerlijk gegeten. Dus we gaan dadelijk even afruimen. Ja, we hebben even de lampen aangedaan. Want het werd toch een beetje wat donker. Dus wij gaan zo afruimen. En dan gaan we alles opruimen en wel en alles klaarmaken voor te gaan douchen. Dus in ieder geval, dat gaan we eerst even doen. En dan de aanrecht opruimen. Want dat is toch wel een beetje een... Ja, puinzooi wil ik niet zeggen, maar moet even schoongemaakt worden. Zo, de tafel is afgeruimd. Excuus voor de bewegende beelden. Dat is allemaal klaar. En de aanrecht heb ik weer mooi schoongemaakt. Daan is even nog buiten spelen, maar het is een beetje aan het miseren. Ja goed, de hamster blijft hier even staan. En rondje lopen. En ik had de tweede was had ik ook al aangezet. En dan, wat is de ene keer donker, hè? Ja goed, het begint nou, of nou, over een tijdje, ik denk als een maand, anderhalf maand verder zijn, dan is het donkere dagen voor kerst denk ik. Maar goed, maakt niks uit. Jullie zullen denken, wat praat hier over? Dat is over 2-3 maanden, dus maar goed. Het is nou al een beetje donker. Ik heb de was hier boven en die ga ik eerst even hier ophangen. Dan kan ik daar even mee aan de slag gaan en dan is het ook alweer klaar. En dan kan die ene was strakjes weer opgehangen worden. Zo, ik heb de was heb ik opgehangen zoals jullie zien. Ja, dus dat is allemaal geregeld. En de wasmand neem ik even mee naar beneden. Oh, excuses. Zo, dan sta ik beneden. Ja, even kijken. Oh, die moet nog anderhalf uur. En dan is hij ook weer helemaal klaar. Dus dat komt allemaal prima en mooi uit. Dus ja goed. En dan was YouTube aan het kijken. Ik ga heel even de tv aanzetten. En dan... Dan ga ik me dadelijk heerlijk zo lekker douchen. En dan komt het allemaal goed. Ook een wolkenvlaag boven Nederland. Heel veel plekken tenminste. Uiteindelijk zag je vanuit het noordwesten wel wat opklaringen. Maar er zijn plekken. Dus meestal als die weerman komt, dan wordt het meestal altijd slecht. Ja, goed, maar. Nee, schrapje. Dus
Ja goed, Daan is nogmaals even buiten spelen. En dan, kijk. Mooi. Geweldig, dus. Gaan jullie weer dat afkijken? Want kijk. Ja, het is een beetje bar en boos. Kijk, boven Holland, boven Utrecht is het mooi weer. En in het zuiden is het weer cool. Dus, ja goed, even afwachten. Vannacht wordt het 9 graden hier. Oh. Het mooie weer, 17 graden, heerlijk. Het lijkt wel een weerman. Dus, daar is de kat. Ja. En de vooruitzichten. Ja. We kunnen er niks aan doen, hè. Het is zoals het is. Zo, ik ben even een tijdje verder en ik heb nog even voetballen opgezet. Daan is nog steeds buiten aan het spelen. Ik zal even het geluid van de tv even uitzetten. En dan ga ik ook bij deze de vlog afsluiten. Goed, Linda is even bezig in de keuken. En goed, ze had er nog even geen zin meer om af te sluiten vandaag. Maar goed, de volgende keer wel beter. Dus niet getreurd, het komt de volgende keer. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Zou we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik bij deze de vlog ga ik afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlog weer. Tot de volgende vlogs. Doei!